Ik ga weer een Pokémon verliezen. Basic. Nee, Sander. Jawel, deze troon. Niet te doen. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon X, de Avatar Log, samen met Sander van Gaming SB. Ja. Tjoh, hij kon weer niet normaal doen hoor. De vorige aflevering hebben we allebei tegen Corina gevochten, tegen de twee Lucario's. En nu is het tijd om die heftige grotto in te gaan, de Reflection Cave. Ik weet niet of ik ook al zover ben. Ik heb één trainer in Route 11 gevochten. Oké, ja, er zijn niet zo heel veel trainers in Route 11. Dus... Wat is dit? Alleen er komt straks wel een dubbel battle aan, dus dan weet je dat alvast. Oh, nee. Nee. Wel. Oké, ik ga dood. Nou, ligt eraan welke typings. Als ik een keer ook, trainers tegenkom met typings die ik makkelijk kan verslaan. Ja, het is een Machoke en een Mr. Mime. Mr. Mime is lastig, maar Machoke moet wel te doen. Alhoewel, ja, ik heb natuurlijk nu flying. Ja, dat is waar. Damn, deze Mienfoo is 28. Ja, dat zijn heftige dingen. Maar fighting is not very effective, dus als ik pick the force, ik vind het best eng. Oké, nee, dit doe ik wel. Je kan het, Sander, ik geloof in je. Ja. Voorspan, eentje kunnen we nog wel hitten als dat geen crit is. Plain body. Oh, dan is attack ook gehalved, toch? Dat is wel chill. Is dat zo? Ja. Oh, met burn bedoel je. Ja, ja, zeker. Ja. Net zoals bij paralyze is het speed, toch? Speed, ja. En bij poison weet ik het niet. Misschien niks. Defense. Nee, niks. Oh, nee. Als het is, nee. Wie zal ik vooraan zetten? Op zich zou defense halveren dan ook nog best logisch zijn. Aangezien als jij vergiftigd bent, dan is de fans meestal ook niet heel goed, je weerstand. Mm-hmm. Oh, in de volgende, in die cave, zeg maar, daar mag ik bijna alle Pokémon's vangen. Ja, wat mag ik daar trouwens vangen? Een Sableye. Oh. Ik mag maar één Pokémon niet vangen. En verder allemaal. Maar dat is ook nog even de vraag of ik ze allemaal wel wil vangen, zeg maar. Heb je ooit van de move Parabolic Charge hoor? Ja, zeker. Best een goede elektrische aanval. Die kan heal, toch? Retors. Oh, chill. Ja, je hield zeg maar daarvan. Bye bye. Je hield daarvan. Oh nee, dit is chill. Dus een soort, eigenlijk een soort Giga Drain, zeg maar. Ja, alleen dan met electric type. Ja. Okay, ja, dat is wel fijn. Ik heb een Carbink gevangen. Nee, geen reactie? Oké. Sorry. Ik was eventjes... Ik zag Asian Power dat ik die leerde en toen dacht ik, wat moet ik wegdoen? Wat had je gevangen? Een Carbink. Dat is een Rock Fairy Pokémon. Oh, is dat die met die kristallen? Ja. Die in Diancy evolved. Nee, die evolueert niet in Diancy. Nee, dat ben je niet. Je maakt een grapje, toch? Oh ja, weet je, jij zegt wel meerdere rare dingen. Dus ik dacht... Ik dacht dat je serieus was. Wacht. Nee, maar... Hij evolueert echt niet in Diancy? Nee. Oh. Tjoh. Ik dacht oprecht. Maar... Oké, maar ze lijken wel op elkaar, toch? Ja. Nee. Je hebt echt wel iets heel doms. Je hebt wel de goede in je hoofd, alleen die evolueert er niet in. Alleen, hoe heet het? Nou, omdat ze niet bij elkaar horen. Oké. Nee, ja, dat verbaast me eigenlijk een beetje. Ze zitten wel in dezelfde film. Hey, ik heb een critical capture, what the fuck? Ah, nou heb je al aardig wat Pokémonnetjes gevangen. Ja. Dat gebeurt toch alleen als je je Pokédex... Nou, blijkbaar niet. Als je daar zoveel procent van hebt gecomplete. Ja, dat heeft daar wel mee te maken, ja.
Ik heb een solo 6 gevangen. Oh, echt. Nou, ik ben in ieder geval niet bang dat we de run niet gaan halen. Hé, hey, ik krijg vet veel encounters in deze game. Dat is een Sword and Shield en... hoe heet het? Ja, in de Omega andere. Ruby was het wel anders, ja. Ja. Ik heb nu al gewoon volgens mij een hele box vol. Maar dat komt ook natuurlijk omdat het geen echte nussel... aangezien je heel veel Pokémon in een route in principe mag vangen. Ja, tuurlijk. Tuurlijk ligt dat om. En dat komt ook omdat ik nu nog niet zo heel snel heel veel Pokémon's kwijt ben. Zoals in Omega Ruby en Alpha Sapphire. Want... Ik ga proberen te big brainen. Ik hoop dat het werkt. Ja, het werkt. Nee, het werkt niet. Ja. Ik denk, soms dan kun je tegen mannetjes praten die in dubbel battle zijn. En dan kun je ze apart bevechten. Ja, dat werkt helaas niet in de nieuwere games. Nee. Oh, dat ligt eraan. Ja, oké. Purple charge. Oh, dat hit ook mijn vuurzeppelin. Oh ja, dat is wel een beetje... Want het hit wel ook allebei de targets, maar ook wel je vuurzeppelin, ja. Ja, ja. Maar goed dat ik dat op tijd zag. Ja. Keinig. Aangezien het ook nog super effective is. Low sweep is ook super effective. Oh, ik ben mijn Helioptaal kwijt. Echt? Ja. Oh, fucked up. Ja. Heb je... mag ik laten horen hoe ik mijn Chingeling ga noemen? Omdat het een goede grap is, of zeg je, daar heb ik nu gewoon geen behoefte aan. Oké, ik heb mijn Chingeling, heb ik Small Ben genoemd. In plaats van Big Ben, snap je? Omdat dat ook een bel is. Ja, oké, het duurde even, maar ik snap. Ja, ik dacht, ik leg hem maar uit, want... Ik snap dat hij niet helemaal zou vallen, zeg maar. Ja, nee. Dat heb je goed gezien. Even kijken. Okay, nou, dan, kan je, dan wordt het misschien toch tijd voor Emolga, of niet? Jolteon, want ik heb zo'n Thunderstone. Oh, ja, inderdaad. Oh, Jolteon is wel een goeie, ja. Ja, alleen... ben ik dus bang dat hij heel weinig attacks leert. Die ook electric types zijn. Clement, is dat de derde gym of vierde? En dan krijgen we redelijk snel een TM. Nee, Clement is de vijfde gym volgens mij. Ah! Oh, dat duurt echt lang. Oké, nee, dat had ik... Ja, ik ken deze gym. Nee, dit is wel de derde gym volgens mij. Volgens mij heb je gelijk. Ik weet het even niet meer. Daarvoor heb ik deze game te weinig gespeeld. Ik weet ook niet meer welke Pokémon. Oké, dus nu, ik zal eventjes een update geven van hoe het met de double battle staat op mijn scherm. Ja. Het is nu 2 tegen 1. En de Mr. Mime is nog over. Okay. Wat ik daar tegen moet doen, ik heb geen idee. Maar liever iets dan niets. Precies. Ik baal eigenlijk wel een beetje van de Helioptile. Al baal ik minder dan toen ik Pikachu verloor. Ja. Of mijn Salamander. Mijn Fennekin. Ja. Snap maar ik. Nog steeds wel. Ja. Nog steeds is het niet zo leuk. Nee, precies. Grand Bull. Ik heb denk ik... Hij heeft denk ik nog geen steel aanval of wel. Special defense moet hoog zijn, denk ik. Ja. Allemaal. Laag special defense. Ja, ik ga die gast wel gewoon stallen, behalve dat ik... Dat er weinig te stallen valt. Ja. Lick is super effective. Maar ja, dat... ik denk dat ik echt beter waterkun kan doen. Ja, het kutte was met Helioptaal is dat ik altijd vergat dat hij ook normal was. Ja, snap ik. Dat bedenkt me nu ook net weer van, oh ja, daarom ging hij waarschijnlijk een crit. Oh, ik ben zo blij dat dat niet killed.
Snap je. Anders word je fledgling kwijt. Dan had je toch Houndour moeten gebruiken. Nou, dat is op zich niet erg. Alleen, het is wel erg. Nee. Het was op zich niet erg, maar het is wel erg. Het is wel erg, maar op zich... Liever dat dan... Er zijn ergere dingen op de wereld, ja, laat ik het precies. Zeggen. Oh, ik moet erg gaan trainen voor de volgende keer. Wacht, dat is ook fairy, dus dit had nog geen effect wat ik wil doen. Oh, wacht. Ik ben echt benieuwd wat je van dit intro vindt, trouwens. Heb je nou weer raar zitten doen? Ik dacht dat je dat wel door had toen ik in de lach. Ja, oké, dat vind ik wel door. Ik vond hem heel leuk. Het is elke keer een verrassing wat je doet. Ik vind tot nu toe die van 10 en die van aflevering 12 het leukst. Oké. En aflevering 12 is deze, als het goed is. Ja, anders dan doe ik aflevering... Dat klopt, ja, dit is aflevering 12. Dit is aflevering 12. Ja, nee, oké, dan... Oeh, ben ik eerder? Dat is de vraag. Ah, dat dan... Ja, ik ben eerder, gelukkig. Dat ken ik. Ja, ik denk dat je... Ik kan wel eventjes kijken wanneer Jolton iets leert. Oeh, Fly Press. Jolt. Jolt Eon. Eerst eventjes kijken. Hij leert Thundershock op level 9. Nou, daar ben ik al voorbij waarschijnlijk. Thunderfang op level 20. Oh, please wees... Hij is level 19. Oh, dat is echt super chill. Dan leert hij daarna direct Thunderfang. Oh, dat is zeker chill. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Thunderstone, waar heb ik die? Leafstone? Oh nee, dat moet natuurlijk bij zo'n rock. Ja, klopt. Okay. Bij zo'n moss rock. En dan de volgende electric type is op level 37. Dat is wel dan weer vervelend. Wat? Hoe bedoel je? Volgende electric type, stab dus. Dat is op level 37. Zo, ja. Oh ja, dat is wel fucked up. Maar Thunderfang is wel redelijk goed. Dus dat is op zich niet erg dat het dan zo lang duurt. Maar ik was wel hyped about Parabolic Charge eigenlijk. Maar die heb ik nu helemaal niet kunnen gebruiken. Ja, dat is wel balen. Maar goed. Ik moet hem eventjes een leveltje geven. Direct even kijken of ik DM's heb. Geen electric, nee. Nou, dat is dan niet anders. Helaas. Pindakaas. Peanut butter. Dus, wat vind jij van pindakaas? Ik ben niet zo fan van pindakaas. Het stinkt ook zo erg, echt. Ja. Ik snap niet wat mensen... chill vind aan pindakaas. Nou, hoezo mag ik hier niet rollerskaten trouwens? Oké, sorry, ga door. Qua smaak is het wel oké, alleen... ik kies het zelf nooit omdat ik het heel eentonig en droog vind. Ik denk dat ik het samen met hagelslag misschien wel lekker zou vinden. Alleen, ik heb het nog nooit geprobeerd. Ja. Pardon. Ja, nee, ik weet niet. De geur staat me zo erg niet aan dat ik... Ja, dat snap ik wel. Denk van, laat ik eens aan pindakaas beginnen. Maar vroeger had ik het wel. Dus ik weet niet waarom ik het nu niet meer lus en het enorm vind stinken, maar... Ja. Omdat het ook stinkt. That's life, zoals die ene gast zou zeggen van dat liedje. Ik weet niet welk liedje, maar het zal wel. Ja, dat is een oud liedje. That's life. That's life, die. Nee, ik denk niet. Van wie is dat ook weer? Oh ja, dat is van Frank. Dat is van mijn boy Frank. Frank Sinatra. Ah. Ja, dat... ik weet niet uit dat liedje is, maar... Als van Frank Sinatra is, waarschijnlijk best oud. Ja. Maar dat zijn ook de enige nummers die ik ken. Ja. Oude nummers. Zo'n beetje.
dat is niet helemaal waar, maar... Oh, je moet van mij niet aan met Pop aankomen. Dat zou ik echt niet weten. Ah. Maar Sander, wie denk je dat de mol is? Ik heb echt geen idee. Heb je geen idee? Wat is dat nou? Nee. Oh, oké. Ja, ik weet niet. Aan de ene kant, Philip doet soms wel verdachte dingen en zo, maar ik denk gewoon niet dat hij het is. Nee, ik denk ook niet dat hij het is. Maar ik denk wel dat hij er lang in blijft. Want hij is volgens mij wel Big Brain. Ja, maar voor mij mag hij er op zich wel uit, hoor. Ja? Ja. Ik heb wel een finale die ik graag wil, zeg maar. Oké, ja, nu ben ik benieuwd. Ik hoop dat Anne-Lotte, Jolien en Lennart in de finale staan. Ah ja, Lennart is ook een chill. Ik denk dat Lennart de mol is. En... Ah, nee, ik ga eerlijk met je zijn. Je zei net twee namen van twee vrouwen, ik heb geen idee wie wie is. Wat kijk je wel, Sander? Wat is ja, ik nou? Kijk wel, alleen ik haal ze dus altijd door elkaar. Oké. Okay. Maar wie denk je dan wel dat het is? Aangezien je zei dat je niet dacht dat Philip die is eigenlijk voor mij wel uitgesloten. Okay. Dan heb je nog... Het is volgens mij niet Lennon, maar je hebt nog zo'n man. Sven, ja. Die vind ik ook wel verdacht. Oké. Ik vind hem vooral vermoeiend. Mm. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, nee. Fight the turn. Oh ja, ze het killed. Word je dan een boze jongen? Ik weet echt niet wat ik moet doen met mijn leven op dit moment. Heb je tegen wie vecht je nu dan? Bro. Nog steeds tegen die Mr. Mime? Nee, Tro. Oh, Tro. Oh. Tro. Ik dacht dat je bro zei. Van bro, weet je dat nou nog steeds? Nee. Dat dacht ik, nee. Nee, Tro. Dat is een naam, schermer. Fighting is ook super effective op Rock. Dus dat gaat ook niet. Is fighting not very effective op fighting? Nee, zeker. Ik denk dat het gewoon neutral is. Dat weet ik niet hoor, maar dat denk ik. Ja, Raakvrouw die zal ook wel aangaan, want die heeft ook slechte defense. Beerhoge defense. Weet je wat ik wel leuk vind? Dat het nog steeds bij sommige Pokémon namen, dat ik dan opeens dat het klikt van, oh daarom heten ze zo. Dat vind ik echt grappig. Dat blijf ik elke keer hebben. Nou, ik moet nu tegen Chimecho. En ik denk van, waarom heet die Pokémon Chimecho? Alleen een Wind Chime, dat is een ding wat je in de tuin kan hangen. En als het dan waait, dat je dan tingelingelingeling hoort. En daarom heet die Chimecho. Ah. The more you know. Ik ga weer een Pokémon verliezen. Nee, Sander. Jawel, deze troon. Niet te doen. Maar dat troon, wat doet dat? Ja, nee. Jij bent de handdoek in de ring aan het troon, heb ik het idee. Nee. Kijk, Tyrant kan ik niet inzetten, want die gaat dood. Hetzelfde geldt voor Exu. Dan moet ik een safe switch in hebben, maar ja, dan moet ik een Pokémon dood laten gaan. Tja, keus. Nou, Squirtle is op 20 HP, Fuse Zeppelin ook, en King Alert ook. Dan is Jolteon nog op full HP, maar ja, die is level 19 tegen 25, dat gaat nooit lukken. En wie was King Alert ook alweer? Oh ja, dat is Pantje. Ah. Dus ik weet echt niet wat ik moet doen. Kijk, Tyrant gaat sowieso dood, want dat is super effective. Dus dat, die heeft wel hoge defense. Dat is mijn antwoord ook als mensen veel attacking damage doen. Maar ja, dat werkt nu niet, want het is een fighting type. Fighting is echt kut voor mij. Aangezien Vuur Zeppelin ook nog eens niks kan en een lage defense heeft. Duktip. Ja, als ik ga... Ja, misschien moet ik Exu dan maar verliezen.
Ik heb echt geen idee wat anders. Ja, dan zou ik, maar dan... Eerder, dan zou ik eerder Pancham... Ja, dat heb je, kom je te aan. Ja. Wat doet Breaks the Mold? Ja, Moldbreaker, dat is zo'n ability, dat doet hij ook alweer. Het schijnt wel een goede ability te zijn. Maar ik weet niet meer waarom. Dus, je hebt er niks aan wat ik aan het zeggen ben, maar dat is het moraal van het verhaal. Het is jammer dat ik nog geen Sableye ben tegengekomen. Heeft de hoogste speed. Ja, Jolteon, maar die ga ik echt niet in kunnen zetten. Hey, Rock'n'Roll uit. Dat is de enige Pokémon die ik niet mag vangen. Wacht, als ik naar King Alert ga, ja, dan gaat die dood. King Alert. Ja, maar ik wil geen enkele dood hebben, maar dat moet haast wel, denk ik. Of ik moet... Nee, want dan... Ik ga ook dood, denk ik. Ja, zou een Jolteon doodgaan van een final throw van een throw? Nou, ik wel, hè. Ja, ik wel. Ja, denk ja, de rest gaat ook allemaal bijna in één keer dood, dus... Ja, dan moet je toch eentje sacrificen, denk ik. Ja, maar ik weet niet wie. Ja, dus ik ga gewoon hierop blijven staan. Ik zou Pancham dan sacrificen. Ja, dat is mijn enige fighting type. Tja, dat klopt. Ik weet ook niet wanneer je een fighting type terug kan krijgen. In deze grot. Waarom? Want je kan op de... Oh, wacht, waar kon je ook weer? Ik dacht dat je hier throw and sock... Oh nee, in route 11 waar we net waren, daar kon je throw and sock vangen. Ja, maar dat mag ik niet, hè. Oh, dat was het, ja. Oeps. Nee, maar het kutte was ook nog... Het kutste van alles is dat deze gast niet mijn kant op keek... en precies omdraaide toen ik er langs liep. Echt waar, echt kut was dat. Nee. Ze zien jou via de... muur, zeg maar, via de spiegel. Dat is het idee van deze grot, zeg maar. Meen je dat? Ja. Yeah. Wauw. Als hij revenge doet, dan gaat mijn Exu dood, denk ik. Revenge is beter dan Final Throw. En hij deed nu Final Throw. Sander, je hebt nog 8 minuten. Dan moet je klaar zijn met de battle. Ja, dat gaat me echt niet lukken. Tuurlijk wel, je kan het. Als je switchen hebt, dan kan ik met... Ja, nee, want hij is half HP, dus dat doe ik met de morf ook niet. Ik kan ook niet Exu healen, dat gaat ook niet helpen. Ik weet echt niet wat ik moet doen, joh. Ik wil gewoon niet nog een Pokémon verliezen. Ik ben bang dat dat de enige optie is. Ja, maar dit is zo kut. Hoezo is een... Is een throw zo goed? Qua attack of zo dan? Nee, throw zou juist de bulky defense moeten zijn. Volgens mij zak de... Nou, waarom doet hij dan zoveel damage, hè? Omdat je slechte Pokémon hebt? Waarom hebben al mijn Pokémon echt super slechte defense? Waarom? Waarom? Leg uit. Ligt het aan de trainer? Deze gast is fully evolved. Gast, deze gast is 100 base attack. Ik weet niet of dat veel of weinig is. Maar dat maakt niet uit. Je moet toch iets doen. Ik ben niet zo in van die dingen. Ja, nou, ik weet alleen niet wat. Daar zit het een beetje mee. Dragon Resist, geen fighting zeker, hè? Nee. Waarom? Op een vuurzeppelin? Dat zou ik moeten resisten, hè? Maar dat doet gewoon alsnog veel te veel damage. Tja. Dat is een ding. Dat is echt de domste kus die ik heb gedaan.
Niet dood, please. Ja, dat is... Oh, ja, hij moved. Oh, dit is kut. Misschien nog wel. Ik weet niet of dit gunstig is eigenlijk. Als ik nu heal, ja, dan mag hij natuurlijk aanvallen. Kut, sorry. Dat klopt, ja. Ik ben dus naar Tyrant ingegaan. Oh ja, dan zou je Axew inderdaad wel kunnen... kunnen lozen als je Tyrant nog hebt. Ja, daar zit ik dus ook hard over na te denken. Behalve dat Tyrant geen Dragon-type move heeft. Oef. Waarom heb ik Tyrant nooit een naam gegeven trouwens? Zie ik nu. Ah! Ark, wat moet ik doen? Ik weet het echt allemaal niet. Ik kan wel healen, maar dat heeft geen zin. Hey, ik ben Sableye tegengekomen. Ah ja, nee, dan gaat hij me uiteindelijk ook killen. Ik heb alleen maar super potions. Ja, ik moet. Ja, ik ga Axew. Oh nee, want als ik nu naar Axew switch. Dan kan ik alsnog niet dingetje healen. Squirtle. Want hij killt dan Axew. Oh jawel, dan kan het wel. Oké, okay, ja, dat zou kunnen. Nou, dan kan je, ja, dan kan je gratis naar Squirtle, zeg maar. Ja, precies. Ach, dat wil ik niet. Maar... ja, dat is mijn eigen kans. Ja, hey, ik heb een Sableye gevangen. Ik heb een Sableye. Niet zo vrolijk. Ja, Sander, iemand moet hier vrolijk zijn. Oeh, daar heb ik... Mij deed deze gast ook al veel te veel damage tegen mijn Squirtle. Revenge, ja, dan... Oh, oké, nee, dat overleef ik. Water Pulse, maar ja, dat... gaat niet in één hit killen. Nee, maar misschien confused hij daarmee. Bulldoze, wat? Oei. Mag deze gast... Oh nee, ik heb natuurlijk eerst geheeld. En daarna... Ja, oké. Okay. Maar ik ben niet dood. Dus dan heal ik nog een keer. Ah, dat is zo kut. Nee, waarom doe je nou revenge? Bulldoze deed toch minder. Vond ik toch leuker. Oké, okay, Water Pulse, let's go. Nou, hij is dood. Oh ja, als hij nog Pokémon... Dan flip ik. Dan word ik echt... Dan cancel ik deze serie. Echt waar. Oké, okay, nou, Metamorph krijgt Thunder Fang. Dat is hartstikke leuk. Maar, nou, hij is level 20, dus daar heb ik niks aan. Bij die heel salty. Mag ik zo zonder salty switchen? Oh ja. Ik huil heel diep van binnen. Dat moet echt jouw eerste emote zijn als jij ooit affiliëerd wordt. Ja. Yep. Ik weet niet meer wat eruit kwam, maar ik weet wel dat ik dacht, kut. Welke Pokémon? Ja. Oh, moet ik even kijken? Hawlucha was het volgens mij. Throw Hawlucha. Ja, Hawlucha, level 26. Ja. Dan kan ik Tyrant. Nee, want Fighting is ook een super fact op. Oh, dit is zo kut. Elektrisch of psychisch of flying. Ja, maar elektrisch is level 20. Dat gaat nooit... Heb je een flying Pokémon? Ja, maar die is op heel laag health 20. Ja, je moet ook niet zeuren, Sander. Nee, maar je kan toch naar de flying en dan gewoon de eerste beurt healen? Ja, oké, okay, dat zou kunnen, ja. Doet dat... Keer 2. Oh, oké. Okay. Wat? Doe mijn kinder waar, denk ik. Ik dacht dat flying ook neutral was, joh. Nee, want hij is fight flying en flying is... neutral flying, ja. Maar wel super effective op fight. Nee, ik kan nu wel healen dat ik precies weer 70 ben. Dus dat is op zich chill, dat ik precies veel health ben. Rock Tomb! Nee, oh. Dat ben je niet. Nee, kutsel. Nee, fucking...
Jij zei dat ik dit moest doen. Jij hebt letterlijk de Pokémon en de moveset voor je. Nee, ja, nee, ik heb niet zijn aanvallen, zeg maar. Wat staat er toch altijd bij? Ja, maar hier, ik heb gewoon zijn character sheet voor me, zeg maar. En Rocktomb staat, even kijken, er niet eens tussen. Wat? Ik ben hier echt gescamd. Ja, Rocktomb kan die leren met TM, staat hier. Maar het staat niet bij zijn leerset, zeg maar. Oh, ik ga verliezen. Denk ik. Ik ben nooit sneller dan Hawlucha, zeker. Hawlucha is wel snel, ja. Tyrant snel? Nee. Op de tyfus. Zo. Dat moest even uit. Nee. Ik ga wel naar Squirtle. Oké, dat deed niet heel veel. Dat is mijn laatste super potion. Aerial Ace. Oeh, dat doet veel. Water Pulse, oké. Oh nee, hij is eerst. Ja, nee dan. Oké, nee, niet dood. Scheelt ook weer niet heel veel. En Confusion? En ik heb geen. Oh! Crit! Oh, dat heeft me denk ik echt geholpen. Ik denk dat ik anders echt niet overleefd had. Oké, oh, gelukkig. Ik ben blij voor je. Ja, ik ben niet blij. Echt, wat kut dit. Oh, dit was niet eens die training waarvan ik zei dat hij me in de reflectie zag trouwens. Ik was al één trainer verder. Ah. Maar dat wist ik niet. Oké. Dan is het tijd om deze aflevering te beëindigen. Ben ik sneller dan een rock'n'roller? Ja, dan wel. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vind je Sander nou zielig? Geef het dan een like. Zo. Ja, ben je klaar? Ja, nee, ik moest eventjes iets regelen. Oké. Vind je Sander nou zielig? Zeg even in de comment. Ah, Sander, we vinden je zielig. En vergeet niet op zijn account of op zijn kanaal te abonneren. De link staat in de beschrijving. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.